Ja, nou, wij zijn de staf van RxC1 en we zijn dit jaar terecht nomineerd, denk ik, omdat we een unieke prestatie leveren en de kampioen te worden in de derde divisie. En dat hebben we door met een hele leuke groep. Een mooie echte groep was het. Jongens waren erg laaggierig, waren er weinig werk aan. En ben, ja, tot aan de laatste wedstrijden hebben we geslagen de best. En toen viel misschien een klein beetje het kampioenschrik in de benen bij de jongens. En toen hebben we het op de laatste speeldag het kampioenschap binnensleept. Met een mooie overwinning thuis. Of een gelijkspelletje thuis bedoel ik zelfs. Nou, de kracht van dit team is denk ik de echtheid van de ploeg. Er zat een Gerard Appels in. Het waren allemaal vrienden van een ganger. Ze denken, nou, voetbal ook heel veel met een ganger. We zijn een gezellig weekendje voor de West. Ik denk dat dat ook uniek is, dat je zoiets doet met een ploeg. Nou ja, van dit team, ik denk dat beslist een 80-85% zo direct naar de Gein lopen voetballen. Ik ben de keeper van het team en de kracht van het team is dat we niet alleen in het veld, maar ook buiten het veld in het team zijn. En dat we stok voor stok gemotiveerde jongens zijn. Nou, het beste, ik ben Ruben, ik was aanvoerder vorig jaar. En ja, beste wedstrijd van het seizoen was wel de kampioenswedstrijd. Die we nog gelijk speelden, nog spannend tot het einde. Maar toch kampioen was. Ik ben de spits van het team en ik zie ons team van C1. Over een paar jaar zie ik dat gewoon als heel compleet uit de game. Want iedereen is stok voor stok goed. En daar doen we gewoon mee. Mag roeg nu! Vorig jaar was een topseizoen. We hebben met het team een hele goede prestatie neergezet. Kampioen geworden het jaar daarvoor, gepromoveerd naar een hogere competitie. En in de hoogste amateurcompetitie van Nederland gelijk weer kampioen geworden. En mijn ploeg met heel veel passie speelt. Het drie keer per week laat zien hier op Urk. En daarom vind ik dat wij sportploeg van het jaar mogen worden. Onze mooiste wedstrijd was vorig jaar de finale, absoluut. Omdat we zelf een heel goede wedstrijd gespeeld hebben. Maar vooral omdat we een hele horde aan supporters uit Urk mee hadden. Die de sfeer maakten, die allemaal op zijn kop gezet hebben. En er een onvergetelijke avond van gemaakt hebben. Nogmaals bedankt. Meiden genomineerd zijn, omdat als je het hebt over een sportploeg, dit is echt een ploeg. Het is een team. Ze trainen drie keer in de week, anderhalf uur tot twee uur. En beurt in een gegeven moment, het is gewoon echt een team. En met deze sport moet je ook in een team presteren. En als je een fout maakt, ben je als team daarvoor verantwoordelijk en niet voor individu. Dus ze winnen gewoon een sportploeg van het jaar. De beste prestatie dit jaar is ze winnen twee keer eerste ze worden op het NK, twee keer tweede ze worden op het NK in Ahoy en ze ook nog zilveren wonnen in Rotterdam. Dat was een hele mooie wedstrijd, dat ze daar zilver op Ugen en om. En ze zijn gewoon top gepresteerd dit jaar. Beurten die al die prijzen om, wat ze ook in de training laten zien. Top!
Wij vinden dat we sportploeg van het jaar zijn geworden omdat we dit jaar heel goed presteerd hebben. En in Ahoy waren we zilver en dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Omdat we het best wel tegen goede ploegen moesten. En toen waren we tweede en dat vonden we best wel goed. Nou, wij zijn 40 jaar op 25 mei op Urk het NK. En wij hebben een hele goede prestatie gedaan. En we twee keer Nederlands kampioen en twee keer zilver. Wij vinden het heel leuk dat we genomineerd binnen. Nou, wij zijn als ploeg jullie niet aardige band met z'n allen. En wij zijn gewoon moois en dan kunnen we heel goed wedstrijden doen. Wij voelen ons gewoon zelf als sussies. Als sussies voor een kanger met z'n allen.